drang naar avontuur begon in 2010. Ik begon met het uitzetten en hiken van meerdaagse trektochten. Ik heb in Zweden, in het Nationaal Park Sorek, een 9-daagse trektocht gewandeld. In Schotland hebben we de Sky Trail gewandeld. In Spanje heb ik een meerdaagse bergtocht gewandeld in de Pyreneeën. Een prachtige beleving was dat. Omdat Dalila toen al zwanger was, zochten we een andere manier om het avontuur te kunnen voortzetten. We hebben toen een vakantiewoning gekocht in het zuiden van Zweden. Na een aantal jaar wisten we dat we ons hier permanent wilden vestigen. Om onze passie te kunnen combineren met stabiliteit voor de kinderen. En daarmee hebben we Lapland Stoeren en Tours opgezet. We hebben Lapland als vestigingslocatie gekozen vanwege de prachtige natuur, de echte seizoenen en de veelzijdigheid die dat met zich meebrengt. Zowel in de winter als in de zomer kun je hier fantastische wandelingen maken, mountainbiken of vissen. Er zijn korte tours of meerdaagse tours te verzorgen. Vraag ons ernaar, we denken graag mee. In de winter is het koud, maar niet zo koud als je zult denken. Het valt mee. De truc is laagjes. We begeleiden je in het kledingadvies. In de winter kunnen we sneeuwscootertochten maken, ijsvissen, langlaufen, skiën enzovoorts. Er zijn zoveel mooie herinneringen te maken hier. Herinneringen die we graag met jullie maken bij Lapland Stoeren en Tours.